We staan hier vanavond op het sportpark van ESC, het welbekende Burgemeester Bolis Sportpark. En dat is voor de vijfde maal de editie voor de Veluwe Cup. Tegenover mij staat Stan Lelieveld. Stan, mag ik jou voorzitter van de Veluwe Cup noemen? Dat doe je ieder jaar, Henk, dus mag ook dit jaar weer. Prima. Ja, en ook een van de initiatiefnemers? Ja. Ja, we zijn 5 jaar geleden begonnen, dus het is inderdaad de 5e editie. En in de tijd hebben we met de 4 voorzitters gezamenlijk besloten om, om dit evenement op poten te zetten. Ja, en is het ervan geworden wat je verwacht hebt? Ja, eigenlijk wel boven verwachting. Ja, de publieke belangstelling is erg goed. Sportief gezien is het prima. Natuurlijk hebben we altijd wel wat kleine kinderziektes die eruit gehaald moeten worden. En eigenlijk verandert het toernooi ieder jaar wel iets, ook dit jaar weer. Maar we zijn uitermate tevreden met hoe het loopt allemaal. Ja. En vandaag dit jaar voor het eerst DSV erbij? Ja, dat was natuurlijk in het begin al het uitgangspunt. DSV heeft bij de eerste gesprek ook gezeten. Daar hoeven we niet over uit te wijden, maar uiteindelijk is DSV afgehaakt. We zijn wel constant in gesprek gebleven met ze. En voor het eerst dit jaar sluiten ze aan bij de organisatie. En daar zijn we ontzettend blij mee. Ik zag 6 teams op het programma Blast staan. Gaat het zo goed dat je zo hebt uitgebreid? Ja, we pretenderen het mooiste voorbereidingstoernooi van de Veluwe te zijn. En wij vinden dat het toernooi best nog wel wat groei kan gebruiken. En natuurlijk hebben we de dromen, want we hebben nog 2 hele mooie verenigingen hier in de directe omgeving op wat hoger niveau. Die moeten ook een keer aansluiten natuurlijk. Hè? Ja. Maar dan zit je met, ik denk nog meer Elsenband door zitten dan tussendoor. Ja, dat is keuzes maken. Dat is keuzes maken. Ja. Het spelschema is een heel ingewikkeld gedoe. Waar kunnen we dat sowieso terugvinden? Nou, www.veluwecup.nl, onze eigen site, daar staat het volledige programma vermeld. En er zitten een aantal hele interessante derbies bij. Dus verspreid over 2 wedstrijddagen op de zaterdag en 2 door de weekse avonden. Ja, ik zal je niet vermoeien met, zoals ik al zei, de wedstrijden en de data's allemaal maar zo. Maar welke ploegen doen er allemaal mee? Ja, de organisatie, de organiserende verenigingen, DSV, Elburg als gastheer. OWIOS en het Huiden. En als gastvereniging hebben we dit jaar erbij Vierhouten en Hattem. Betekent dat ook dat die ploegen in de toekomst ook de Veluwe Cup gaan organiseren op een veld? Maar je zei dat het zijn gastploegen, dus die komen daarvoor niet in aanmerking? Nee. We hebben eigenlijk tot op heden ieder jaar een andere gastvereniging gehad. En dit jaar zijn het dan 2, omdat we het toernooi wilden uitbreiden naar 6. We hebben Epe gehad, we hebben Hattoheim gehad, we hebben Hierde gehad, meen ik, of Zwart-Wit. Dus eigenlijk is het ieder jaar een andere ploeg die we aan hebben laten sluiten. Ja. Prijzen, zit er een beker op? Prijzengeld, hoe is dit verdeeld? Ja, er is prijzengeld, zeker. Dat is het interessantste voor de teams en een geweldige beker. Ja. Ja. Wat zijn zo de reacties van de ploegen die meegedaan hebben over deze wedstrijd? Vinden hun dit passen in hun programma richting de competitie? Ja, dat was eigenlijk hebben we zonder uitzondering hele positieve reacties gehad. Met uitzondering misschien een beetje van Hattoheim het eerste jaar. Want ja, die speelde de eerste wedstrijd en die kreeg zo gigantisch op zijn broek. Dat was niet zo leuk meer. Nee. Maar de overige ploeg die meegedaan hebben, die waren eigenlijk allemaal onverdeeld erg enthousiast. De startdatum en welke teams openen het programma van de Veluwe Cup, dat zal je zeker weten in de stand. Het Huiden tegen Vierhout is de eerste wedstrijd en we starten aanstaande zaterdag 9 augustus. Hoe laat? 12:30 is de eerste wedstrijd. De tweede wedstrijd is een echte derby. Dat is EEC tegen OWIOS. Het begint om 14:30. En dan sluit de DSV en Hattem die dag af om 16:30. Goed, we gaan kijken wat het wordt, Stan. Ja, zou je nog de laatste seconden zijn altijd voor jou? Zou je nog wat willen zeggen tegen de kijkers? Ja, wat ik de kijker misschien wel weet, maar wat ik graag nog even in herinnering roep, is dat wij als organisatie niet als doel hebben om geld voor de verenigingen te verdienen. Wij koppelen altijd, als het mogelijk is, een goed doel aan de Veluwe Cup. Dat betekent dat het totale batige saldo naar het goede doel gaat. We proberen altijd een plaatselijk, lokaal goed doel voor te vinden. En dit jaar is dat de voedselbank Elburg Oldebroek. Ja, dus ik roep eigenlijk iedereen op, van kom naar het park, of je nou ESC'er bent of maakt niet uit. Iedereen is welkom. Entree wat je betaalt, doet misschien even zeer, maar je weet waar het heen gaat. Ja. Ook de verlotingen die gehouden worden, al het geld dat binnenkomt en wat zodra de kosten weggestreept zijn, gaat dat geld naar de voedselbank. Goed, Stan, bedankt. We hopen een heel mooi toernooi en tot ziens. Nou, heel graag, Henk. Zie je. Bedankt.